De vergunningen zijn binnen, de aanbestedingsprocedure die loopt en de bouw die gaat binnenkort na jaren van voorbereiding echt van start. En de eerste werkzaamheden zullen, de voorbereidende werkzaamheden, in november starten. En als het goed is, gaat in januari echt gaat er veel gebeuren vanaf januari 2019. Dit is de Omroep Brabant online serie De Deltawerken van het drinkwater. Waarin we aandacht hebben besteed aan het uitdiepen van het gigantische spaarbekken De Gijster in de Biesbos. Het bekken wordt gebouwd in zijn oorspronkelijke bedoelde vorm als een badkuip. Nou, mijn werk gaat voorlopig door totdat de laatste schep naar de diepe delen zijn verplaatst. Alles gaat op GPS. De watertaxi, die gaat ons naar de kraanschepen brengen. Mooi elektrisch motortje. In dit derde en laatste deel kijken we vooral naar de toekomst. De toekomst van de spaarbekkens in onze Biesbos, waar het toekomstige drinkwater vandaan komt voor de regio Rijnmond en de provincie Zeeland. Zorgen over de huidige situatie zijn er minder, maar over de toekomstige situatie met klimaatveranderingen, die zijn er wel meer. Maximaal is dat 24 kuub per seconde. Dat is de capaciteit die het nieuwe pompstation krijgt. 24.000 liter water per seconde. Deze gigantische waterhoeveelheid kan het nieuwe pompstation Bergsemaas in de toekomst pompen naar spaarbekken De Gijster. De bouw van dit enorme pompstation start in 2019. Ondanks de toename van de innamecapaciteit blijven er ook zorgen. En dat doe ik met name op de periodes van lange droogte. En ook periodes van heel hoge, heel veel neerslag. Want sommige mensen vergeten wel dat heel veel neerslag in het Maasstroomgebied ook bijzonder vervelend kan zijn. Omdat er dan bij zo'n geweldige neerslaghoeveelheid ook heel veel slip, wat in de Maas op de bodem ligt, dan in één keer loskomt. Het nieuwe pompstation Bergse Maas wordt gebouwd schuin tegenover de Amercentrale in de zogeheten Fortunapolder. Dat is 1,5 kilometer vanaf het bekken. En er komen 3 hele grote pijpleidingen, 2,10 meter doorsneden, die het water vanaf het pompstation Bergse Maas naar de Gijster gaan pompen. Over een lengte van 1,5 kilometer wordt de pijpleiding op een diepte van 5 meter aangelegd. Alleen al uit het spijkerboor, waar de leidingen onder doorlopen, moet bijna 40.000 kubieke meter vervuilde grond worden weggehaald. Op de Sint-Jansplaat en de Fortunapolder, net onder recreatiegebied de Aakvlaai, komen gronddepots met plaats voor 240.000 kubieke meter grond. Grond die vrijkomt bij de werkzaamheden. Nou, er wordt natuurlijk gekeken ook voor duurzaamheid, dus de modernste pompen worden toegepast. Dat betekent dat er met eerbied wordt gewerkt voor de fauna en dat na alle werkzaamheden de natuur overal wordt hersteld en het pompstation zal verdwijnen in het Biesbosgroen. Het pompstation wordt ook zoveel mogelijk geïntegreerd in de Biesbos. Dus aan de achterkant van de Biesboszijde zie je eigenlijk bijna niks van het pompstation. Terwijl van de rivierzijde zie je juist wel duidelijk dat het innamepompstation is. En is er ook rekening gehouden met bijvoorbeeld niet te veel vissen die meegaan in de pompen. Dus daar is het ontwerp helemaal optimaal in uitgewerkt. Van water naar drinkwater. Het is een heleboel water wat tegelijkertijd gepompt kan worden. Het gebeurt allemaal in de spaarbekkens van onze Biesbos. En de komende jaren wordt die watervoorziening toekomstbestendig gemaakt voor de regio Rijnmond en de provincie Zeeland.